Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Fakker 4. We gaan een outpost liberaten hier. Zodat we volgens een honey badger kunnen vinden. Dat is het plan tenminste. Wat ik ook even ga doen is bait gooien. Op verschillende plekken. Niet op plekken zomaar bij ons in de buurt eigenlijk, maar gewoon... bij hun in de buurt. Gewoon plekken bij ons in de buurt. En dan de Snow Leopard of wat dan ook in vrede tevoorschijn komt. Dat dier gaan wij killen zodat we skin hebben. Ah ja, die ene die is niet lang te tag, dat was vergeten. Hunters. Ik kan sowieso niet geloven dat er maar zomaar nog mensen zijn. Sowieso dat er wel meer moet zijn. Ah ja. Waar we in eerste instantie rekening mee moeten houden. Is die hunter. Die hunter. Dat is één. En die hunter, dat is namelijk een probleem. Of was een probleem, beter gezegd. Wat ik nou, een kip of wat is dat? Oh, dat is een honey badger. En die is een glitch, dus het is perfect. Klinkt als een kip, man. Dat ding klinkt echt als een kip. Niet dan? Ik vind hem echt als een kip klinken, jongen. Ongeveer, maar dan iets anders. Yes, mooi, 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 mooi. Woep, woep. Mooi, maximum upgrade, bitches. We moeten voor beide moeten we een clouded leopard skin hebben, dat is kut. Voor ammo bag en voor quivers. Maar wat ik nou wel ga doen is op 7 rachen. Waarom? Omdat we de honey badger dingen hebben. Dus nou heb ik zeker weten, zeg maar, honey badger vooral. Hoeven we dat niet meer te doen. Dus dat scheelt. Dat moet een opluchting zijn voor jullie, want dat duurt middellijk. Nou ja, opluchting is ook een beetje overdreven misschien, maar... Oeh, jou had ik nog niet gezien, vriend. Maar ja, jij bent nu wel dood. Oh. Please, zie niks. Oh. Hold on, hold on! I'm calling for reinforcements! Kutzooi. Kutzooi. We waren er bijna. Alright, kom maar. Oh, kut. Nee, wat. Voor mij, ja, het enige alarm wat er is, heb ik kapot gemaakt. Dat is die. On foot, okay. Ah ja, daar weg. Ik zie het. Ga maar lekker dood. Oeh, dit ding is raar laggy, jongen. Dit hele... Nou, het is niet laggy, het is meer de hoge rare sensitivity, zeg maar. Het heeft echt een hele rare sensitivity, dit ding. Kom maar. Nog meer. Mooi. Woep woep. We hebben hem geliberated. Nummer 5 van de 24. Dan hebben we weer een lekker fast travel point erbij. Dan zullen we die tijgers even gaan irriteren. Uh-oh. Verkeerde afdeling. Oh! Motherfucker, what the fuck, dude! What the fuck is jullie probleem? Ga weg! Vrede op aarde!
Dat wil je echt niet doen. Uh-oh. Ah, for fuck's sake! Hoe de fuck? Waarom rent die dude voor die tijger? Als hij ziet dat ik in gevecht ben met die tijger, waarom rent die kut daarvoor? God fucking damn it. God damn it! Is die tijger weg? Maar jij moet je bakken zo. Je moet je bakken zo, zei. Oh, wel alweer die rommel maar verkopen meer. Excel, yes. Buy and customize. Gaan we even naar signature weapons. De ene kant zit ik te denken een LMG kan wel handig zijn. Aan de andere kant denk ik dat die Stormer juist handig is. Maar die Stormer moeten we nog kopen. Dus we gaan wel voor de Driller. Ziet er wel leuk uit. Je kunt er gewoon niks veranderen eraan. Ah, dus we hebben nou een LMG. Een tube. Die mooi boom doet. En dat is het volgens mij. En een sniper natuurlijk. Gewoon een sniper. Volgens mij zijn we nou wel redelijk. Kijk, dat is het echte werk. 320 kogels. Over nog. Moet je kijken of er fucking puntjes erbij zitten als ik switch van wapen. Even naar de goede switchen, nummer 4. Moet je kijken hoeveel fucking dingen, jongen. Dat is echt belachelijk. Dus dat is perfect. Sniper mee met silencer en alles. We zijn klaar om outpost en alles over te nemen ook. Daar hebben we nog Bengal Tiger. Daar hebben we ook een van de masker. Even kijken, wat kunnen we nog meer craften? We moeten Asian Rhino, dat wordt echt een ramp. Maar we moeten het wel hebben voor cash trouwens. Dat is heel veel cash. We kunnen nog 6 ton hebben, niet zo heel veel eigenlijk. Demon Fish, geen idee wat dat is. Dit is een aparte missie. Baitbag. Hoef ik nog niet veel. Oh ja, leopard skins, hè. Laten we dat eens gaan doen dan. Ah, dus ik heb bait vast. Ik ga doen eens bait op de grond gooien en kijken wat voor dier erop afkomt. Wat is dat? Oh, een hondje. Eigenlijk ben ik gewoon hondjes aan het voeren nu. Sorry hondje. Ik had gehoopt dat er een fucking leopard aankwam. Maar jij bent geen leopard. Maar we hebben wel dolskin erbij. En bait. Dus dat is perfect. Zo kan je gewoon fucking dieren farmen. Want wat we aan het doen zijn, is bait gooien. Dus één bait gebruiken. En we krijgen ook bait weer terug. Dat is gewoon fucking dieren farmen. Dat is fucking chill. Klinkt fucking fout, maar het is fucking chill. Ah, die Tirta waypoint. Dat zal voor dit rode gebied zorgen, denk ik. Of die. Maar hier komen we langs. Keith Manor, dus dat is de volgende outpost die we pakken en dan gaan we naar Sambal toe. Zo doen we dat. En niet anders. Oh, bam. Double kill. Bitches. En volgens mij vonden jullie outposts en zo ook eigenlijk wel leuk om te zien. Tenminste, wat ik me nog kan herinneren van Fucker 3. Niet al te veel achter elkaar, maar dat doen we nou op zich ook niet. We pakken een paar outposts en dan doen we dit weer en dan dat. Dus ik probeer het wel zo goed mogelijk af te wisselen volgens mij voor jullie. Dus dat moet lijkt mij geen probleem zijn. Ah, we gaan even naar boven. Ah, laten we eerst de diamantje hier maar even mee jatten. Ik wil oppakken. Kistje met loot. En laat me ook maar even saven, puur voor het geval dat. En dan gaan we eens even de outpost liberate hier. Oeh, dat is een heavy dude. Dat is minder. Een hekel aan heavy dudes. Heavy dudes zijn nog kut, die kan ik ook niet eens takedownen volgens mij. Iets wat ik wel kan doen. Nu ik weet waar die is.
is alle alarms disabelen. Dat is al een belangrijk iets, dan kunnen we in ieder geval of kunnen zij in ieder geval geen reinforcements meer krijgen. Rokja, find the source of the danger and eliminate. He's here and active. Let's bring him down. What? How? Where are you hiding? Coward! Ja, dat is een goede vraag, hè. Could be more than one person. Dat ook, ja. Kan er inderdaad meer dan één zijn. Oh fuck. Dat was echt scheef. Sorry, ik heb mijn Counter-Strike skills niet aan. En over de muur. Over het ijzeren, god damn. Oh nee, dat hou je dan. Ja, zeker weten dat jij dat wil. Ah, dat je dat zal doen. Ik denk namelijk van niet. Oké, ja, die kunnen we niet takedownen. Oh, bam, bitch. Oeh, fuck. Ga je niet eens dood door één fucking tube? Ah, de twee wel. Ha! Wat zeg je me daarvan? Yay, no alarms. Dus dat is perfect, dus we moeten volgen eerst even de alarmen vinden ook nog. We worden er steeds beter in ook weer, de outpost. Het is zeker wel leuk om te doen. Oh god, nee, mijn sniper terug, dank u. Oh, hey guys! Ik heb zo lang naar jullie gezocht, hè. Nou eigenlijk niet meer, maar... Ik heb wel lang naar jullie gezocht. Om jullie hier te vinden is gewoon fantastisch. Gewoon vier pickleskins. Helemaal perfect. Vind ik dan toch? Dan hoeven we niet moeilijk te zoeken. We hebben gewoon pickskins in voorraad. Gaan we even naar binnen. Ja, doe dat maar. Waar de fuck is die kist daar? Cell, yes. Iets wat we gaan doen is refill ammo, denk ik. Daar hebben we zeker weten alles van, maar... kan de game daar niet over zeuren. Dat is jouw huis, dat is mooi. Buy customized signature. Dit is ook geen silence. Dat is een scredder, die is silence. Dat is echt een chill wapen. Echt fucking chill. De rest... Oeh, een Tech 9. The Rebel. Liberate 10 outposts for remaining. Dan hebben we ook nog een zieke sniper hier trouwens, een AMR. Dan moeten we... En de Predator? Dat was volgens mij een kut sniper, wat ik me kan herinneren. De Bushman was een hele fijne... fijne rifle. De Buzzsaw is volgens mij een... flamethrower. Of een hele rare LMG. En de 2. Voor de rest vind ik het eigenlijk allemaal wel goed. Nee, dat is de flamethrower. Dan is dat gewoon een of ander raar ander wapen. Ja, dat is in theorie inderdaad zijn schuld. Dan even opslaan. Voor het geval dat. En volgens mij zag ik daar een helikopter staan. Nee, laat maar. Dat zag ik niet. Sambal. Ik kan zeggen, waar gingen we ook in? De toer ging naar Sambal toe. En van Sambal gaan we dan wel de outpost even nog pakken en weet ik veel wat allemaal. We hebben dit gebied in ieder geval geliberate en we hebben heel veel fast travel punten. Daarvoor zijn de outposts echt wel super chill. En ik vind het natuurlijk niet erg om Sambal te liberaten, zeker niet. Het is niet dat ik er tegenop kijk en fast travel is wel handig, maar... Het is gewoon zomaar saai om ze allemaal achter elkaar te doen. De bell towers waren wat anders, vind ik. Dat synchronizen, puur omdat je er wat meer van ziet ook. En het was gewoon met de helikopter wat redelijk snel ging. Hier, dit duurt veel langer. Een outpost liberator duurt langer dan een bell tower. Dus... Ja, lijkt me ook dat het outpost, zeg maar, liberator is leuk, maar gewoon eens in de zoveel tijd. En dan een beetje afgezet. En ik weet, ik heb dat nou waarschijnlijk alweer 10 keer gezegd of zo, maar dat komt puur omdat jullie natuurlijk geen feedback geven nu. Je kunt het wel doen in de comments, maar dat lees ik niet live, zeg maar, je snapt wat ik bedoel. Dus ik probeer het gewoon goed
goed te verwoorden, maar alles goed uit te leggen wat ik allemaal van plan ben. En ik wil weten wat dat is. Verdier. God damn it, was een verdier. Oh, dat is vuur. Dat is geen dier, dat heet vuur. Ah, fuck die kutmuziek, jongen. Oh, we hebben 12 tubes. Holy Christ. Ah ja, die poster er even af fietsen. Oh, we hadden ammo hier kunnen taken. What a bitch. Ah ja, daar gaan we dan. Sambal. It's a ball. Was that intel from the camp worth it? Did you even read it? Because I've got some intelligence for you. And it's solid. 9 of my men are dead. Good men you let die. Waarom heb ik ze laten sterven? It's what your father would have done. Waarom fuck mijn vader? That's the golden path. That's the direction we were going before he died and it all went to shit. Amita doesn't get it. She's always put her goals first. She's underhanded, she's subversive, and she always sacrifices lives. That's why I stepped up. I stepped up because I knew your father. And I respected his vision. Maar had Sabal niet zelf naar die outpost kunnen gaan? Om maar gewoon lekker naar die informatie kunnen laten gaan, zeg maar. What drives us? Go to the monastery. Omdat hij gewoon een decatering krijgt, die Sabal? Fucking homo. Mijn schuld dat hij laat doodgaan. Nee, de laat moeten ze ten eerste zelf beter gaan schieten. Hadden daar dan maar niet moeten zijn. Die hadden maar weg moeten gaan ofzo. En hij had ook kunnen helpen. Hij had hem kunnen helpen. Het hoeft niet allemaal van mij af te komen. Godverdomme. Sorry. Maar dat is gewoon mijn mening over Sambal. Sambal is een falen homo. En ik had wel helemaal mis hebben dat de mythe inderdaad een fucking biatch is. Maar daar moeten we heen. Ja. Oké. Dan gaan we eerst de recht uit. Ik weet, outpost, maar... We zijn er, naast, dus waarom niet? Uncle Pagan here, just checking in on my favorite Uncle Pagan. Have you fallen into Amita's honeypots, or have you been dazzled? Ja, we zijn met Uncle. Glowing locks and bad boy jawline. Hey, each to his own, that's your lifestyle choice to make. He isn't my cup of tea, contrary to the rash assumptions some may make about my appearance. I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Had onze moeder. Ook al eerder gezegd. Pagan mist is helemaal niks mis. Pagan is echt helemaal niks mis. Uh-oh. Oh, laat maar. Waarom hier overheen? Arre Laura, I think he's dead. Uh-oh. What do we do now? I see you there. I'm gonna put you in there. That hurt. Mooi. Oh, daar hebben ze zeker. Dat was hem net op tijd dan. Oh, bam, double kill, bitch. Aha, ik jou daar ook. Oké. Okay. Oh, hij is wounded. Die gooit je me dood. Bam. Dat was wel een snelle outpost, eerlijk gezegd. Die ging snel. En ik kon nog maar net met die tube dat al aan vernachelen, dus daar hadden we hem aangeluk mee. Anders hadden we wel een iets groter probleem gehad. Die tube is echt fucking fijn. Echt zo fijn. Zo chill. Maar ik moet een auto hebben. Neem jullie auto mee.
Maar we gaan nu wel naar het klooster toe natuurlijk. Kunnen we via hier gewoon. Dus het komt helemaal goed. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo de neiging om via deze outpost naar boven te gaan. Zo. Naar het klooster toe. We gaan het ook gewoon doen ook. Fuck it ook gewoon. We gaan nog een outpost liberaten. Omdat we toch in de buurt zijn. Ja, ik weet niet. Nou, laat maar. Ik ga hem ook niet meer verantwoorden. Jullie moeten kijken maar gewoon. En anders is het niet leuk en dan klik ik gewoon weg. En dan zie je gewoon niet wat er gebeurt bij het klooster. Of ik verberg een geheime boodschap erin. Met keys voor gratis games en andere dingen. Wie weet. Wat een vrolijke muziek, hè. Echt prachtige muziek. Daar wordt toch iedereen fucking vrolijk van. Ik niet echt eigenlijk. Ik vind het echt dikke tyfus muziek. Oh, dat is een steen. Oh, echt die muziek, jongen. Die hangt me echt als strot aan. Die muziek is echt zo fucking verneukt. Dat is het enige wat ik... Nou ja, haat is een groot woord, maar... irritant vindt in de game dan toch. Oh, kut. Heeft niemand hem door? Het zou mooi zijn, maar ik ben bang van wel. Waar is de alarm? Daar is de alarm. Oh bam! Triple kill! Woep woep! Dat was een nice liberation. Oh, ik hou echt van die tube, jongen. Die tube is echt zo chill. En ik voel me totaal niet noob met die tube. Ja, dat rijmt ook nog op een manier. Dat was echt leuk. Vintage porn. Oh jee. Nee, ja, ik krijg geen hulp. Ik krijg een ballen. Ik heb geen zin om al die sidequest dingen te doen. Daar heb ik dan weer geen zin in, zeg maar. Ik wil veel doen, maar sidequest dingen... Nee. Nee. Wat is je mond? Ik ga naar boven. Want boven... Wild dogs. Ah, fuck. Dick. Fuck die, hoor. Ik ga nergens meer schieten. Weet hoe moeilijk jullie doen? Over bepaalde dingen. Hey! Search je kist! Oh, we moeten echt bukken ervoor. Wauw. Auw. Ja, dat ging niet helemaal zoals gepland. Ja, prima in orde. Aan de kant. Mooi. Die hebben we dus ook geliberate. Nou is dit, kijk, dit is allemaal van ons nu. Mooi, mooi, mooi. Kunnen we nou fatsoenlijk naar het klooster toe? En daar gaan we dus ook heen. Tutut! Tutut! Oké. Ah ja. We gaan naar klooster, ik ben benieuwd wat we daar ontdekken. Aangezien er zijn de way of your father and what he believes en bla 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 bla. Dus benieuwd, please ga een van jullie rijden voor mijn auto. Hey kijk, gratis food. Skins bedoel ik.
In Dalan is dat toch? Dacht ik, oh, een sambar. Een sambar skin. Helemaal prima. Zolang we het kunnen aanrijden vind ik het allemaal best. Radio Free Kirat. Oké. Dat is een originele radionaam. Oh fuck. Dat was een boze Royal Agent. Al zeg ik het zelf. Dat zag er niet vriendelijk uit, die laser zei. Ik vind het echt met die muziek zo, met die handjes. La 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 la. Dat hij die vingers omhoog doet. Ik weet niet. Een beetje spelen met die handen zo. Dat is echt zo'n... Dit is echt zo'n Bollywood muziekje. Oh, en ik haat Bollywood. Als ik ergens een hekel aan heb, is Bollywood. Ah, we zijn er. Midrahu. Oké, maar Rahu. Ik zal vanuit de fucking auto gaan. Ik word gek van dat gelul van die kutradio. Maar Rahu gaan wij ontmoeten in de volgende part. Ik hoop dat je het nog heel erg leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel met je vrienden en zet hem in je favorieten. Dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.